vervolgens mislukt. Als ik serieuze aanwijzingen heb dat een cliënt van mij een moord wil begaan en ik neem dat serieus, dan geldt die geheimhoudingsplicht niet. Dan, wat doet u dan? Ja, het spreekt vanzelf dat je eerst met je cliënt spreekt. Tuurlijk, en zegt van, moet je maar niet willen doen, zeg maar. Nee. Maar. En dan zegt hij, nou Frank, je kan de boom in, ik doe het wel. Dan zal ik dat doorspelen. Naar de politie? Ja, of naar een officier van justitie of wat dan ook. Ja. Als advocaat ben je geheimhouder, hè? Ja. Maar als u nou een moord kunt voorkomen, geldt dat dan nog steeds? Wat mij betreft wel. Ja, echt waar? Ja. Maar stel nou dat uw cliënt zegt dat hij ergens een bom heeft laten verbergen, die morgen afgaat, hè? Kan. Theoretische situatie. Ja. Hij vertelt u waar en wanneer. Wat doet u daarmee? Dan nog acht ik mijn beroepsgeheim zo hoog dat ik... Ja, dat moet veilig bij mij zijn. Maar dan waarschuwt u niemand? Nee, dan waarschuw ik niemand. Dan gaat er natuurlijk een telefoontje richting politie. Ja? Ja. Dat is voor u geen punt van twijfel? Nee, kijk, ik ben advocaat om mensen te helpen op het moment dat de celdeur dichtvalt en ze zitten met, ik heb een advocaat nodig, ik moet me verdedigen. Mm-hmm. Maar in dit geval voel ik mij in mijn waardigheid aangetast door zo iemand. Want voelt zich ondermijnd? Ik ben gegijzeld met zijn gedachten en zijn plannenmakerij. Dus dan is het heel duidelijk. Daar heb ik niks mee van doen. En daar moet hij mij niet mee lastigvallen. En als hij dat doet, vanuit een gevoel van misplaatste, veronderstelde loyaliteit van mij... Want hij vertelt het dan toch niet? Dan maakt hij zich ernstig. Dan vergist hij zich. Want ik vind het mijn morele plicht, simpele morele plicht... ook helemaal niet zo diep over na te denken over al die andere vragen. Je gaat toch niet, omdat je geheimhouder bent... iemand met een bom maar zijn gang laten gaan. Dat is dat bezopen. Ja. Iets anders kan ik er niet van maken. Ik vind dat mijn beroepsgeheim... niet oprokken kan worden. Die bom zit in een auto in de straat waar uw tante woont. Ja. Ja, is nog niet zoveel. Nee, dat snap ik. Ja, nou, het is voor mij gewoon een heel heilig goed, dat beroepsgeheim. Maar belt u dan wel uw tante? Ja, goed, misschien dat ik met mijn tante dan zou zeggen... zullen we een weekendje naar Vlissingen gaan? Echt waar? Zo lost je het op. En dan komt ze terug en is de hele straat weg. Nee, maar goed. Ja. Ik ga zo ver dat bij mij heilig is wat iemand mij vertelt.